Goedemiddag. In 2002 vond er een Bilderberg-conferentie plaats in Virginia. U was daar aanwezig, samen met 120 andere participanten. En kunt u mij vertellen wat uw aandeel daarbij is in zo'n Bilderberg-conferentie? Nou, om heel eerlijk te zijn, mijn aandeel was dus heel erg gering. Want ik vond dat er zaten zulke ongelofelijke, goed gebekte en goed geïnformeerde mensen, die allemaal dolgraag het woord voerden. Dat ik bevond dat ik alleen maar geluisterd heb en dat ik eigenlijk mijn mond alleen maar heb opengedaan in de kleinere sessies met 4, 6, 8 man om de tafel. Maar plenair, ik kan me herinneren, in die keer in Virginia had ik niks gezegd. Kunt u mij ook vertellen wat er wordt besproken, wat voor onderwerpen daaraan worden? Dat hangt helemaal van het moment af, de politieke situatie, de economische situatie in de wereld. Dus elk jaar hebben andere dingen hebben prioriteit. Ik geloof dat in 2002 was dat de prioriteit was met name als de divergentie in de politieke visies van de Verenigde Staten en Europa op de ontwikkeling in de wereld. Dit was dus de dreigende IH-kwestie. Dat ging heel als zwaar vandaan met boven de discussies. Want het was natuurlijk evident dat het Amerikaanse establishment, het politieke en militaire establishment, toewerkte naar een invasie in Irak. En op dat moment was het natuurlijk al tegenkracht in Europa. Dus er was een hele duidelijke animositeit en onvrede tussen de participanten.